Wil je trailen en zeilen bijhouden van verschillende culturele instellingen? Dan zijn er verschillende manieren. Stel, deze opleiding is in Brussel. Dan zitten we vooral in de Brusselse context. Dan heb je een aantal kanalen die je kunnen helpen om de culturele instellingen te volgen. Het eerste is via munt.be, waar je zelf naartoe zou kunnen surfen en gaan zoeken op evenementen. Ik denk dat de realiteit is dat je dat snel... Stel dat je bent zowel geïnteresseerd in cultuur, je bent geïnteresseerd in sport, je bent geïnteresseerd in van alles, dan ga je niet elke dag alle websites gaan volgen. Dus ik kan wel zeggen, van ik ga naar munt.be en volg het daar. Maar ik denk dat de realiteit is dat je dat snel een keer overslaat. Vandaar dat ik, als je bijvoorbeeld de culturele instelling wil volgen, dat je al snel beter je inschrijft op de nieuwsbrief. En dan krijg je elke week een nieuwsbrief met alle veranderingen. Dus dan moet je niet zelf iedere keer gaan surfen. Dan heb je ook bij een van de tegenhangers van... de officiële Brusselse agenda dan. Agenda.be. Ook daar kun je gaan kiezen om elke week een nieuwsbrief te krijgen. En daar kun je zelfs nog zeggen wat u interesseert. Dus op die manier ga je zeker al in het Brusselse een aantal dingen makkelijk kunnen volgen. Nu ook met nieuwsbrieven. Snel raakt je mailbox overvol. Die mail komt dan ook toe op een moment dat je misschien aan het werk bent of geen tijd hebt. Dus ik zou dat niet als enige manier gebruiken om eender welke, of dat dan culturele instellingen of andere instellingen zijn, of bedrijven of dergelijke meer, te volgen. Trouwens ook, ik werk in een hogeschool. Wat wij zien is dat, wij hebben ook een nieuwsbrief, bij jonge mensen werkt dat niet meer. Die lezen dat niet. Wat werkt bij jonge mensen? Je ziet het hier ook bij Uit in Brussel. Dat is Facebook. Twitter werkt tot op zekere hoogte, maar Facebook is de plek waar je, als je jonge mensen wil gaan informeren, is het place to be op dit moment. Dat kan nog wel veranderen. Nu, op Facebook kan je best van al de dingen die je interesseren, de dingen die je interesseren, gaan opzoeken. En normaal gezien, als je een instelling bent, dus niet een persoon, ga je eigenlijk een pagina gaan maken. En dan zorgt ervoor dat mensen dat heel snel kunnen volgen. Dat zorgt er ook voor dat mensen die jouw pagina volgen, dat die niet helemaal zelf hun privéleven ziet. En je ziet gewoon welke mensen jou volgen en meer niet. Dus als instelling ga je altijd voor een pagina en nooit voor een profiel. Want een profiel, daar moet je vrienden mee worden voordat je alles kunt zien. Maar dan werkt dat in twee richtingen. Oorspronkelijk als instelling moest dat wel, maar nu doen we dat niet meer. Dus we maken een pagina. En een pagina volgen doe ik gewoon door vind ik leuk. En ik krijg meteen suggesties zodat ik dat doe. Dus ik kan een aantal dingen die mij interesseren gaan volgen. Vind ik leuk. Zodra dat je een aantal dingen gekozen hebt, moet je eigenlijk niet meer zelf naar die website surfen of je moet niet meer naar de nieuwsbrieven of zo gaan ontvangen. Nee, je gaat eigenlijk gewoon het nieuws gaan zijn aan jou sturen. En voilà, ik krijg dingen over Uit in Gent. Allemaal dingen die ik volg, bibliotheken, dingen over sport, dingen over nieuws. En ik moet niet meer zelf al die websites gaan bekijken. Ja, dat klopt. Er zal rommel tussen zitten, dingen die me niet interesseren. Maar meestal heb ik heel snel een overzicht gekregen. Bijvoorbeeld, ik woon in Gent. Via de Gentenaar krijg ik altijd heel snel een overzicht, terwijl ik zelf nooit naar de Gentenaar zou surfen. Maar af en toe zet er wel een keer iets tussen dat mij interesseert. En dit is de manier waarop dat jongeren vooral geïnformeerd worden. Dus als je jongeren wil gaan informeren, dan kun je niet anders dan via Facebook. Maar ik zou het ook voor jezelf aanraden, omdat dan in plaats dat je dan naar al die websites, naar Uit in Brussel, naar agenda.be, naar alle andere dingen die je interesseren, naar Bozar, naar Ancien Belgique, want die kun je ook gewoon volgen, dan komt dat nieuws gewoon bij jou binnen zonder dat je zelf die stap moet zetten. Vroeger bestond er ook zoiets als RSS, en dan kon je via een RSS-reader selecteren welke websites dat je wil volgen, maar RSS is eigenlijk een beetje ten onder gegaan aan het succes van Facebook. Natuurlijk, het nadeel is dat we niet meteen
een goed alternatief hebben. Hè. Facebook heeft zijn voordelen, maar heeft ook zeer veel nadelen. Denk maar aan privacy en dergelijke meer.